Ja, zijn we weer. We zijn dus in goed gezelschap. Er zijn mensen uit Nederland gekomen, Matties en zo van ons. We gaan met z'n allen gaan we even de Bocoria op. Dat is de soort van markt midden in de stad. Zie. En daar kan je allemaal fruitdingetjes halen, vleeswaren en zo. Ons is aangeraden om naar een restaurant te gaan die hier midden op de markt staat. En dat is een fusion tussen Spaans en Japans. Heel interessant. En aangezien we al een hele poos op zoek zijn naar lekkere octopus, dacht ik bij mezelf, laten we daar even koekeloeren vandaag en kijken wat het is en hoe het smaakt. Ja, we zijn dus bij Quim. En het is hier zo goed bezocht dat je eigenlijk met z'n allen... Bunda? Dat je hier eigenlijk met z'n allen moet wachten voordat je eindelijk een plekje kan krijgen. Dus al die locals, iedereen komt hier naartoe, jongen. Ja. Je moet het ervoor over hebben. Ja, zeker. En ik denk, ik hoop ook dat het waard is, maar ik denk het wel. Ik zie al soms wat gerechtjes voorbij komen dat ik denk van... Klopt, octopus. Ik kan niet wachten. Octopus. Welkom in Barcelona, my friend. Is dat je eerste keer? Is dat je eerste keer? Ja, man. En? Heb je, wat zijn je indrukken nu al? Veel mensen, gezelligheid, man. Ja? Ja, man. Je hebt honger, hè? Ik heb honger. En we zijn eindelijk aan de beurt, guys. We hebben een plekje mogen bemachtigen. Dus, hoe dit een beetje werkt, is dat je komt eigenlijk aan een soort van barretje zitten. Waarbij alles gewoon live voor je wordt klaargemaakt, toch? En dan krijg je hier een soort van menukaartje. En een potloodje. En dan kruis je een beetje aan wat je eigenlijk wilt hebben. Ik denk dat we gewoon verschillende gerechtjes gaan bestellen. En gewoon checken hoe dat is. Ik ben wel blij dat het zo is eigenlijk. Ja, hè? Want we praten bijna geen Spaans. Dus dan... Zijn je Spaans? Je hebt Spaans op school, toch? Nee, man. Nee? We gaan wel leren. Ja? Wat kan je zeggen? Het is rumoerig in de keuken. Ze zijn in de weer. Weet je, er wordt gezweet, er wordt hard gewerkt. Maar alles gebeurt op een of andere manier op hun eigen systeem. Gek genoeg. Heel dope om te zien. Janna? Ja? Dit is wat we doen. Dat maar zelf maken, hè? Dat maar zelf maken. Er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing. Hoppa. Ja? Dat is even. Er zit een beetje water erin. Weet je, is natuurlijk hartstikke goed voor je vetverbranding. Ja. En hoe heet het ook alweer in het Spaans? Jugo de limon. This is international. Hey, proost. Proost, guys. Appa. Cheers. Gracias. Oké. Patata brava. Lekker. Lekker, hoor. Lekker, zo pittig, hè? Is dat pittig? Ja, is een beetje pittig. De mayonaise, wat het is. Hij is lekker, hè? Is het gefrituurde aardappelpartjes? Ja, het is inderdaad gefrituurde aardappelpartjes met mayo en een eigen spicy saus. Zeg je saus ook alweer? Oh, octopus. Gracias. Oh, potverdorie. Hé, hey, jongens, wat ziet dit er mooi uit? Dit ziet er goed uit. Ik ben benieuwd. Wow. Ik lig op een bedje van aardappelpureetje, een mooi gegrilde octopus. Ik zie, wat is dit? Basilicum eroverheen. Ik zie grof zeezout. Bro? Ja? Oké, okay, komt ie, ja? Eerste hap. Eerste hap. Ik was net te vroeg. Oh, jongens. Mooi stukje octopus. Gaan we. Vertel me wat je proeft. Vertel me wat je proeft. Eet, eet, eet. Mm. Wacht even, man. Hey, dus het is zo tender, zo zacht, zo smaakvol. Zoveel smaak, lekker zout, je voelt, je proeft de grill. Alles is top, de presentatie is nice. Mmm, smelt op je tong, man. Doe even normaal, doe even normaal. Kijk de presentatie. Hey,
hoppa! Ik weet niet wat ze zeggen, maar hoppa, ja, lekker. Dus als ze fooi krijgen, dan gaan ze met z'n allen schreeuwen. Mm. Ja, maar kijk, dit zijn Spaanse invloeden, de ingrediënten zijn Spaans. De presentatie is Japans. Alsof je een soort van sushi aan het eten bent. Echt lekker. Echt een aanrader. Echt lekker. Goeie hap. En wat heb je genomen? Goeie hap. Wagyu hamburger. Wagyu burger. Anker man. Laat me die eerste hap nemen. Neem die eerste hap. Ja, man. Hij is lekker? Ja, lekker man. Mooi man. Net geland. Wanneer is een uurtje vers? Ja, man. Wat een gezelligheid, joh. Lekker? Ja, man. Bang! Wat is er? Ja, deze, die Jacob. Ja. We hebben echt lekker gegeten, man. Het is echt. Echt waard. Het was het echt waard. Zeker. Als we nu alle cijfers mogen geven. Een 10. Ja, sowieso. Een 10. Ja. Een 10. Dit is wel het hoogtepunt van tot nu toe. Ja, dat is het. Echt. Verrassend lekker. Service ook gezellig, beetje familiair. Zijn super flex met je. Zeker. Maar ook die octopus. Oh. Ja. Lijkt gewoon alsof je vlees eet. Zoals. Maar mals dat het mals. Is. En veel smaak. Veel smaak. Je proeft ook echt die barbecue. Uh-huh. Zie je, dat hebben ze ook overgenomen van de Japanse keuken. Dat ze even gaan schreeuwen naar elkaar en zo. Ze maken er wel echt een feestje van. Ze zijn ook de hele tijd, ik denk om de 20 minuten. Doen ze een proost en dan knallen ze er een biertje in. Ja, zou ik ook vrolijk zijn tijdens het werk, hè? Nee, maar al met al, goed man. Ja. Top. Een echte aanrader. Zeker. Dus als je in Barcelona bent, Kim. Kom naar Kim. 100% tevreden. Serieus, je gaat ons echt bedanken. Zeker. Peace. Mira bote! Gracias. Bote! Oké, guys, we zijn bij een nieuw restaurant. Niet nieuw, staat er natuurlijk al een poosje. Maar dit is aangeraden door Eva, dus big shout-out naar Eva. Bar del Pla. Maar het was best een gedoe om hier te komen. We zijn dus met een scooter, met twee verschillende scooters. En Clifton had eerder een parkeerplekje gevonden. Toen later heb ik een parkeerplekje gevonden. En toen heb ik mijn live locatie gestuurd. En toen deed mijn live locatie heel vreemd, dus kon hij me weer niet vinden. En hebben we elkaar uiteindelijk gemiet bij Bar del Pla. Het was eventjes zoeken, hè. We waren elkaar even kwijt, jongens. Ik was hem niet kwijt, hoor. Yo! Ready for order? Yes! Okay, what can you tell me about? Is this all warm dishes? Yeah. Small dishes? Well, yeah, maybe, yeah. For sure, yeah. What can you recommend? What do you say that's our specialty? Well, very nice, for example, the zucchini flour tempura. Zucchini flour, smoked sardines coca, mushroom wasabi, here the mackerel, tartar, tuna or beef tartar. Ons is dus aangeraden, het zijn allemaal kleinere gerechtjes. En als je aan vier gerechtjes, doe je wel goed om te delen met z'n tweeën. We hebben genomen moulehas. Dat is veel sweetbread. Hij legde het een beetje uit dat dit deze part of the baby rund is. En het moest heel tender. Oké, daar hebben we ook nog de albondias con calamaricitos. Correct me if I'm wrong, dat is eigenlijk gewoon meatballs en squid. Gewoon gehaktbal en inktvis. Oh ja, we hebben ook nog twee porties inktvis kroketjes genomen. En field taco, dat is kalf. Kalfstaco. Dus er komen hier vier gerechtjes en we zijn dus zo bij jullie terug. Mm. Zeg, wat zie je? Wat voel je? Wat proef je? Het is romig. Het is wel raar om... Ik had dit niet verwacht, die kleur. Een donkere binnenkant, ja. Omdat het van squid is gemaakt. Wij Surinamers moeten daar aan wennen. Mm-hmm. Nou, dat is wel lekker. Stukjes inktvis erin. Ja hoor. Ik zie hier meatballs, je ziet hier squid. Hier heb je denk ik het is aardappel denk ik, aardappelpureetje. Heel romig, heel
zacht. Stam? Zoutig, lekker. Lekker. Pak, eerst pakken we een meatball. Laten we die even checken. Meatball. Gaan we door de saus halen natuurlijk. Het is niet zo heet, hè? Mmm. Lekker. Eerlijke smaken. Ik proef wel dat het kwaliteitsvlees is. Lekker, man. Oké, wacht. Beetje squid. Dit is squid. Weet je wat? Ik zet hem echt op. Snijd even wat pootjes af. Deze mag terug. Dan gaan we die proeven nu. Dit zijn de tentakels. Ik ga wel met een beetje saus pakken. Heel goed. Jij denkt dat het kaas is? Ja, het is ook kaas. Ik denk wel dat het kaas is, ja. Vind je ervan? Ik vind hem lekker. Ze zegt, dus, goede smaak. Niet te zout. Ondanks dat er kaas tussen zit. Het is goed gebalanceerd, hè dan? Ja, het is lekker. Ze hebben dat balletje niet te zout gemaakt, omdat het, kaas doet zijn werk. Moet je squid proeven. Squid. Dat is de kop. Heel zacht. Ja? Mm-hmm. Top. Ik krijg er alleen maar meer trek van, moet ik zeggen. Ja. Ja. Oké, laat het volgende maar komen. Mm. Wat is dat? It's veal tacos. Kalf tacos. Geloof wat, hè? Het ziet er goed uit. Oh, mooie kleurcombinatie ook. Zeker. Mooie presentatie. Wat is groente erop? Ik denk dat het is... Selderij. Wat jij niet lekker koriander. Vindt. Ja, wat jij niet lekker vindt. Ja, ik vind dat inderdaad niet lekker. Ik ga dat dan dus ook niet proberen. Maar... Even een kleine quick disclaimer. Koriander moeten mensen dus aan wennen. I get that. En een goede vriend van ons, Alain, heeft een goede uitspraak gedaan. Hij zegt de mensen die geen koriander kunnen hebben, hebben onderontwikkelde smaakpapillen. Oeh, het is veel meer te zeggen, want je ruikt het gewoon. Veel meer. Dit is de veal bread. Bread. Dat is bread. Oh man. Ja. Maar oppassen, want het bord is nog hartstikke heet. Hartstikke heet, ja. Okay. Ik denk dat het dezelfde smaak zal zijn als die goudbal. Oh, maar dit is echt goed, hè. Ja, je ruikt hem echt. Je ruikt de grill ervan af. Daar komen we zo. Ik ga even dit doen. Ik ga dit proeven, dit zeg maar de mensen die geen onderontwikkelde... Maar eet jij koriander? Ik eet koriander. Ik heb ontwikkelde smaakpapillen. Wauw, zo jammer dat je dit zegt. Je moet het gewoon een kans geven. Oké, hier komt je. Zuurtje, denk ik. Je ruikt ook zeg maar het zuurtje. Dit is van mij smaak. Juicy. Mm-hmm. Wacht even. Nee, eet jij het eerst op dat bord. Wacht even. Die mid, dat vlees, is zo juicy. Er zit een zuurtje in. Dat sausje. Is een soort van, ik denk een citrus mayo of zo. Een rode kool is volgens mij ingelegd. Met azijn. En... Ja man, echt spannend. Anders de veal taco. Ja, hè? Dat is hem, hè? Ik wil nog één van deze bestellen. Hè? Nog één? Oké. Okay. Wacht even, eet lekker, man. Doe eens op. Ja, nog één. Die juice. Het is zacht. Het vlees lijkt opgepluist. Geplozen, gepluist. Aan stukjes gereden vlees. Gereden. Mmm.
Vindt hij leuk hoor, dit? Sochi, man. Vindt hij leuk? Nee, ik lust het niet. Nee, ik had beeld. Echt juicy. Lekker hè? Ja, hij is lekker man. Ik had die juice. Man. Check out the juice. Nu ben jij aan de beurt. Met die eerste hap. Komt die. Stukje vlees. Boom. Dit is kalfskeel. Kalfskeel gat. Een beetje karig. Ik denk dat het dezelfde smaak heeft als de gehaktbal, ja. en squid. Het is heet. Oh kijk, hier heb je een lepeltje. Die hadden we net ook, hè? Dat had ik net niet gezien natuurlijk. Nee. Beetje saus erbij. Dat gierig, ja, ik ben heel gierig. En een beetje tuinkers erbij. Ik denk dat het namelijk wel wat gaat doen. Oké, komt ie. Voelt heel jellyig. Dus hoe zeg je dat? Heel... Wink. Gaan we proberen. Het is heel zacht. Je proeft structuur vlees vet. Maar het is zacht en lekker. Maar vleesvet. Vleesvet. Zacht. Bijna spek. Jij mag geen spek, maar dit komt wel heel goed in de buurt. Het is lekker man. Zacht. Het is echt zacht. Lekker hè? Alleen zacht. Je hebt mijn eerste hap gemist. Ik heb je eerste hap gemist, maar vertel me hoe zacht. Super zacht. Dit is inderdaad, kijk. Ik heb natuurlijk ooit wel eens in mijn leven varken gegeten. Dat eet ik al heel wat jaren niet. Maar dit komt wel echt in de buurt van carbonade. Ja hè? Ja, echt. Maar nog zachter. Ja, goed, echt. Wauw. Ik heb toch weer een goede keus gemaakt, hè? Man. Ga zien hoe makkelijk dat snijdt. Zonder snijden. Met een beetje saus of kaas, wat is het eigenlijk? Het is kaassaus. Doe het alleen met je vork. Alleen met mijn vork, hè? Om te laten zien hoe mals dat is. Ja. Je hebt niet eens een mes nodig. Nee. Kijk. Babybillensap. Top. Mm. Hij proeft ook dat hij lekker is gegrild. Ja. Lekker op de grill. Ja man. Super zacht, wauw. Oké, we gaan even checken wat we ervan vinden. We gaan het een cijfer geven van de 10. Ik geef het een toch wel een 7. Eten vind ik goed. Het is over nagedacht. Het is uitgebalanceerd. Het is goed bereid ook, vooral dat. En het was verrassend. Bijvoorbeeld kroket was voor ons even wennen. Je maakt hem open en hij is zwart. Maar het repareert natuurlijk wel aan de ingrediënten, bijvoorbeeld de inktvis. Weet je, dus dat moet je even plaatsen. Maar voor ons is dat misschien een beetje iets nieuws. Hier is het waarschijnlijk super normaal. En kijk, die feel bread, die was top. Weet je, alles was zacht, de uitvoering was goed. Wat ik zei, mooi in balans. Enige waarvan ik zou denken van... gooi er een beetje diversiteit in, was zeg maar de manier hoe het is bereid. Het was lekker hè, dus dat is gewoon goed, maar die feel bread en die... En het andere gerecht, ja, met die gehaktbal en zo, was eigenlijk hetzelfde trucje. En dat was iets minder verrassend, alhoewel het wel lekker was, maar... If it isn't broken, why fix it? Ik snap die mentaliteit. Maar voor mij dacht ik gewoon, het zou leuk zijn om verrast te worden per gerecht. But that's it. Dat ben ik aan het janken en klagen. Ik sluit me ook aan bij een 7 uit de 10. Al moet ik zeggen, als ik het individueel een cijfer moet geven, dan is die feel bread voor mij wel een 10 uit 10. Ja? Ja, die was wel echt lekker. Ja, dat was echt lekker. Dat was echt lekker. En het minst vond ik die inktvisbal. Maar ja, dat is wat je zegt. Daar moeten wij misschien aan winnen, omdat het zwarte inkt is, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het had ook niet echt heel veel smaak hoor. Dat is wel oké.
Maar je was er geen fan van? Ik ben er het minst van alle vier, ja? Daarvan het minst fan van, laat ik het zo zeggen. Okay, okay. Maar ja, dus top 7. Is gewoon, 7 is okay. Goed. Ja, al met al. Er heerst een familiaire sfeer hier. En daarbij komt kijken dat het niet te fancy is. Het is lekker toegankelijk, je kan hier gewoon binnenkomen. En als er plek is, heb je een plekje. We hebben het trouwens wel gereserveerd. En ja, al met al een goede keus. Ik ben benieuwd wat ons volgende restaurant gaat worden. Want we hebben nog steeds honger. Althans, voor nu is het goed. Maar straks... Welkom bij weer een nieuw culinair avontuur vanuit Barcelona. Samen met mijn homie Clifton. Ja, ja. Oké, okay, we gaan vandaag naar een barbecue restaurant genaamd Fat Barbies. We hebben het doorgegeven gekregen van Eva. Wederom Eva. Shoutout naar jou, Eva. En we hebben de Instagram bekeken en het zag er allemaal lekker barbecue-ish uit. Oh, daar heb je hem. Daar is het, aan de overkant van de straat. Oké, we worden goed ontvangen. Er komt een kaart en een QR-code die je moet scannen zodat je bij het menu komt. En hij komt gelijk met aanraders met wat we kunnen drinken. Een homemade lemonade met fresh lemon juice. Ik ben daar helemaal van. Het interieur hier is rustiek, aardse tinten, weet je wel. Barbecue vibe is. Gedimd licht, dus je bent hier wel echt in een lekkere sfeer. We moeten even scannen. Ik weet niet of je dat kan zien. Dus dat ga ik nu doen. Gaan we even kijken. We hadden al een beetje gekeken thuis. In het hotel. Maar ze zijn dus nieuw hier. Nog één keer, wat heb jij? Limonada. En ik heb de iced tea. Oh, zal ik dat voor je inschenken? Ja. Proost. Op het leven. Op het leven. Fresh. Fresh. En een kleine sprankeltje erin. Een beetje... Ik denk dat er... ook een beetje spa rood in zit, weet je? Zoiets. Lekker man. Verfrissend. Niet te zuur, niet te zoet. I need to get cooked in its own juice for a man. So it's like more meat flavor. It's really good and tender. It's a beef meat that should be like more heavy, but it's really tender and it's really good. Die guy komt ons alles uitleggen over wat nou wat is, wat er op het menu staat, wat het precies is, heel duidelijk. En het hele proces vertellen over hoe het wordt gemaakt, weet je, een beetje het verhaal erachter, dat is super tof. Ook leuk muziek op de achtergrond, super chill. En we vroegen aan hem wat hij zou aanraden, of hij voor de spare rib zou gaan of voor de beef rib. En hij gaf aan van, weet je, de beef rib heeft een eerlijkere smaak, smaakt meer naar vlees, weet je. En meer zout en peper, gewoon puur echt het vlees proeven, kwaliteit vlees. En de pork spare ribs, dus de varkens spare ribs, die heeft een dry rub gehad met bruine suiker. En ik ken het, dan gaat het lekker plakken en zo. Het is wel lekker juicy altijd, maar vandaag gaan we eerst voor de beef rib. En wat hebben we nog meer besteld? We hebben bij de beef rib. Je hebt ook nog die tacos. Oh ja. Met varken. Ja. En oh ja, chicken wings ook nog apart. Maar ja, nee, ik ben wel benieuwd. Dit zijn mijn taco's. Ziet er lekker uit. Ziet er lekker uit. De chicken wings. Voor deze guy. Ik ben benieuwd. Op mijn bord vind je dan een pulled pork taco. En zoals je kan zien is het de pulled pork. Je hebt een soort lekker sausje, roomsausje of mayonaise, iets lekkers. En een tomatensalsaatje. Klein beetje koriander zie ik ertussen. En hier heb ik een, wat is het, een gebraden, gegrilde citroen. Nou, doen we dat een beetje eroverheen. Een zuurtje. Oké, gaan we. Er zit lekker veel vlees op trouwens. Wat? Goh. Dit is gewoon een starter. Bruh. Lekker hoor. Lekker hoor. Lekker veel smaak. Juicy. Het frisje. De salsa werkt heel goed. Lekker. Je hebt ook sausjes, hè? Ja, sausjes, ja. Ik ga niet geen nodig, nee, niet nodig, man. Lekker.
Mm-hmm. Hij is echt heet. Hij is een beetje spicy. Ja. Maar ik proef dat hij is gefrituurd op die smoker. Nou, ik denk dat hij eerst gerookt is op die barbecue. En dat ze daarna het in beslag hebben gedaan en hebben gepakt. Want hoe het vlees proeft, het is helemaal tot aan het bot proef in het. Dus ik denk dat het op die manier is gedaan. Het kost natuurlijk een beetje tijd, maar daar heb je wel wat. Daar heb je inderdaad qua smaak het beste wat je eruit kan halen. De main dish is gekomen. Dit is de beef rib. Ja, jullie zien het, hè. Ik ben heel erg benieuwd. Het ruikt wel goed. Ja, het ruikt echt naar barbecue. En het ziet er ook heel mals uit. 280 gram, hè. Ja, daar is time to eat, man. Hij komt er aan zo'n stuk vlees. Je ruikt hem echt. Kijk man, kijk dit. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Rokerig. Krokantje van die grill zit erop. Mals. Het vetje wat tussen het vlees zit, zorgt ervoor dat het nog meer smaak heeft. Het is echt lekker. Je proeft echt wat het gerookt vlees. Gerookt en dan op de barbecue. Net zoals ze met de kip hebben gedaan. Koolsla. Dit is de koolsla. Freshly made koolsla. Mensen, een stukje appel in mijn mond. Lekker, mensen is altijd underrated bij mensen. Koolsla is ook een kunst om hem goed te krijgen. Lekker, mooi in balans. Lekker, 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 lekker. Clifton, eet, proef. Zo zacht. Inderdaad. Je proeft dat het echt die rook smaakt. Maar je proeft ook dat hij echt zeg maar, met liefde en lang in die barbecue. Er zit een proces achter, hè? Zeker. Maar dat proef je ook terug. Maar het feit dat het zo zacht is. Oh. Zeg maar, hoe wordt het er wel eruit? Kijk hoe je het zo makkelijk eruit haalt. Kijk hoe draderig het is. Prachtig. Je hebt niet eens een mes nodig eigenlijk. Je hebt niet eens een mes nodig. Jongens, kijk dit. Glijdt van het bot af. Prachtig zeg, prachtig. Well, his beer is more. We do of the barrels of beer. Where is it made from? Sorry? Where is the snow made from the... From the beer. The beer, the leftover beer of the barrel, we do the s'more, that is a sugar cloud, and it's in a cinnamon cookie with chocolate. What a taste. Such a party. En die hop, dat is het van bier gemaakt, hè? Sorry? Chocoladekoekje, crunch. Hey, ja, dat was hem weer. We hebben lekker gegeten hier, ho. En het is zeker een aanrader. Fat Barbie. Check ze ook op Instagram, fat.barbie. Oh, buik is rond, jongens. Ik ben zwanger van een food baby. Goed gegeten.
Of niet? Heerlijk. Top. Ik ben echt vol. Ik kan niet eens meer praten. Ja, top. Mooi man, mooi man. Oké dan. Zie jullie bij de volgende. Ja.